Maar het mooie is, dat maakt dan ook niet uit. En dat is ook wel het bijzondere van deze week. Ineens vinden we het niet erg om in de rij te staan, om te wachten, om een ander voor te laten gaan, om even te helpen. De Zweedse vlag, de Britse vlag. De Zwitserse vlag. Aan de Sint-Anna-straat, de Via Gladiola, feestelijk versierd met vlaggen. Verwelkomt de wandelaars die nog steeds in grote getalen, u ziet het, over die Via Gladiola lopen. Rest van het jaar Sint-Anna-straat, één dag, die prachtige naam, Via Gladiola. De Via Begonia hebben we ook, dus helemaal aan het begin van het parcours op de eerste dag bij Lent. En wat lijkt dat alweer lang geleden. De Via Gladiola, Sonja Booms. Ja, deze clubmannen uit Hilversum, volgens mij gaat het redelijk niet zo heel goed. En hier ook wel aardig oké. Okay, zullen we met jou beginnen? Hoe is het? Ja, het gaat aardig. Dus nu wel, met deze sfeer en het mooie weer, dan is het helemaal super. Maar deze afgelopen 3-4 dagen waren echt... heel zwaar. Ik heb heel veel blessures opgelopen en dat heeft me wel te duur gestaan. Dus, zullen we de schade eens even opmaken? Want dan moeten we naar de knieën, geloof ik, hè? Ja, de knieën. Kijk, ik ben helemaal getaped. Oh ja, ja. Aan die kant. Mijn enkels zijn helemaal opzwollen. En nou, hier ja, ook deze hetzelfde? Ook. Nou ja, het is helemaal van top tot teen geblesseerd. Maar ik heb het wel gehaald en ik ben er trots op. Dus helemaal goed. Dan pakken ze je niet meer af? Dan pakken ze me niet meer van me af, nee. Zeker weten. En jij ziet eruit alsof je eigenlijk net hier op het parcours komt. Ja, nou dat hoor ik net eigenlijk ook inderdaad. Ja, nee, het gaat allemaal goed. Ik voel me prima. De afgelopen 3-4 dagen, ja, het was zwaar. Maar het is niet dat ik denk van nou, vandaag dacht ik wel van, oké, ja jongens, nou is het lopen wel een beetje afgelopen. Maar dan heb je dit, het feestje en zometeen een biertje. Dus dat is eigenlijk helemaal top. Hoe kan dat dan toch, hè? Dat verschil tussen jou en hem? Hoe kan dat? Het is een tweeling. Sportschool. Ook nog eens. Het is een tweeling en ja, hij is toch de bikkel. Dus hij is echt een diehard. Dus, ja, nee, maar wat denk je, volgende keer weer zo? Ik zei nog inderdaad, een vrouw hebben het vaak als ze bevallen zegt, nou, ik voorlopig even geen kind, maar 3 maanden later willen ze dan zeggen, nou, misschien toch wel kriebelen. En dat is eigenlijk, ja, nu denk ik ook. Ja, en nu zeg ik nee, maar over 3 maanden zeg ik, nou ja, was eigenlijk wel leuk, gezellig. Ja. Dus het was een hele bevalling en jij gaat ook gewoon weer meedoen? Hele bevalling. Sorry, het gaat? Jij gaat ook gewoon volgende keer weer meedoen. Eens een paar nachtjes over slapen, maar ik denk dat het wel goed komt. Dus, ja. Oké, nou gefeliciteerd in ieder geval met jullie overwinning dan toch wel eigenlijk. Dankjewel. Hè? En zometeen lekker relaxen. Ja, tijd voor een biertje. Super, veel dankjewel. Plezier nog. Merci. Hoi. Doei. Oh ja, zet hem op even. Naarmate de uren verstrijken,
Worden de wandelaars ook vermoeider en wordt de pijn groter, hè, Henny? Ja hoor, pijn in mijn voeten, pijn, hè, alles doet zeer. En nou, heel vermoeid. Nou ben je al niet zo groot van jezelf. Nee, nee. Dus jij moet heel veel passen zetten. Ik moet heel veel passen zetten, dat maar klopt. Zou je kunnen beschrijven hoe moe je precies bent? Hoe moe ik ben? Nou, als ik er neer zou vallen, kom ik er niet overeind. Als je nu valt, kom je niet meer overeind. Nee. Maar er loopt wel iemand naast je en die helpt je. Wie is dat? En die steunt me. Dat is onze Harm. Nou, Harm Edens. Ik bedoel de andere kant. Dat is Mientje van Dijk. En als Mientje er niet was geweest, wat dan? Nou, ik heb nog een Michelle. Michelle de Groot. Maar ja, anders hadden jullie het niet gered, hè? Nee, het laatste stuk had ik niet gered. Nu word je ook nog bijna door de soldaten onder de voet gelopen, maar je gaat het gewoon halen, want kijk eens boven je. Ja, de finish is er bijna. En mag ik toch even zien hoe je daarbij voelt? Nou, happy. Ja, dat kan nog vrolijker. Ja, happy. Ja. Eddie heeft gehaald. Daar doe je het voor, hè? Voor die vlag, daar loop je nou 4 dagen voor dat spandoek. 4 dagen 30, 4 dagen 40, 4 dagen 50. En de pijn verdwijnt zometeen. Ik heb even meegeturfd. Ik geloof dat de woorden biertje en blaar het meest gebezigd worden door deze mannen en vrouwen. En de jongens en meisjes van de Vierdaagse. De live-uitzending. Tot 6 uur viert u het feestje met ons mee. En als u wilt twitteren, doe dat dan met de hashtag 4DGLD. Dankjewel, Erik Schuurman. En namens de van de ongeveer 5000 die we op hun gemakkie. Groot gelijk. Even genieten nog van het laatste stukje van de Vierdaagse. En het zijn er veel, u ziet het. De limiet is 46.000. Zoveel mensen kunnen er op het parcours. En dat heeft allemaal te maken met de veiligheid, de openbare orde. Maar ook met gewoon lekker lopen. Anders wordt het te vol, is er geen ruimte. Je net? Ja, nou ik ben nou moe hoor. En elk jaar is er weer discussie over die limiet. Want elk jaar zijn er ook weer honderden mensen die niet komen opdagen. Dit jaar haalden zo'n 3500 mensen hun startbewijs niet op. De organisatie weet dat eigenlijk van tevoren, maar kan daar weinig tegen doen. Maar nogmaals, meer dan 46.000 mensen op dat parcours, dan wordt het op die routes gewoon te vol. En hoe gaat die route? Nou, kijk maar mee. De route van de vierde dag. Nijmegen natuurlijk, start en finish. De 50 kilometer maakt een uitstapje. Gaat Brabant in naar Graven, naar Gassel. En uiteindelijk via Beers naar het enorm grote feest in Kuik. De 40 kilometer gaat vanuit Gelderland ook naar Brabant. Komt door Linden en Beers en Vianen. En belandt ook in Kuik. En daar met z'n allen de Maas over. Over de pontonbrug die daar tijdelijk is neergelegd. Stukje Limburg, Mook en Molenhoek. En dan langzaam maar zeker vanaf 1 uur of 8... gaan de mensen van de 30 kilometer erbij komen. Die haken aan in Molenhoek. En dan gaan ze met z'n allen over de Via Gladiola naar Nijmegen. In het finishterrein van de wedren. En als je hier dan loopt bij de vereniging in Nijmegen. Bij de eretribune. Waar de marsleider zit. Waar de commissaris der koning van Gelderland is. Clemens Cornier, de gouverneur van Limburg. En vele andere hoogwaardigheidsbekleders. En dan is het nog maar een stukje. En dan loop je naar Harm, naar de finish, ook al heb je blaren. Ik zie hele charmante slippers met iets minder charmante tenen. En daarnaast is het helemaal een drama, hè, dames? Ja, echt een gigantisch drama. Ja, echt. Waar komen jullie vandaan? Steenwijk. Ja, uit Steenwijk de Bult. Ja, bijna hetzelfde. Ja. Hadden jullie niet goed geoefend? Ja, hartstikke goed. Maar het is toch flink fout gegaan, hè? Het is heel erg fout gegaan. Waar het dan ligt, weet ik niet. We hebben heel veel geoefend en nooit geen blaren gehad, alleen nu wel. Ja, waar ligt dat aan? Maar we hebben het wel uitgelopen, dus daar ging het om, hè? Ja, het is wel een beetje een slagveld. Kan je even beschrijven wat je hebt aan je voeten? Nou, we hebben een aantal blaren en we hebben gepoogd om die zelf door te prikken en af te plakken.
Dus ja, maar we hebben het vandaag weer goed gelopen hoor. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar... Nou, raar is het woord niet. Het is gruwelijk. Maar jullie hebben de Steenwijkse methode toegepast. Dus jullie zitten daar met breinaalden in je eigen tenen te steken. Ja, met schaar hebben we het gedaan, want we hadden geen priknaald. Wacht even hoor. Je hebt met een schaar je eigen blaren doorgeknipt. Ja, hebben we gedaan. Ja. En ben je nou blij? Fabio mag het niet horen. Nee. Hoe gaan we dat volgend jaar doen, dames? Nou, we nemen gewoon de attributen zelf in mee. We hadden het dit jaar niet meegenomen. Je blijft het gewoon doen. Nou, doe maar even omhoog dan die voeten. Laat maar even wapperen die benen. Oh, dan kunnen we niet meer. Oh, jawel. Oh, mooi hè. Zelfgeknipte tenen. Ja, dat kan toch anders? Hoor ik al die mensen van het Rode Kruis denken. Ja, ik hoor het vaker van mensen die denken, nou ja, dan moet ik in de wachtrij, laat ik het zelf maar doen. En blaren, ja, waarom heb je ze het ene jaar wel en het andere jaar niet? Dat is een van die mysteries van de Vierdaagse. Ik hoor het vaker, ook van zeer ervaren lopers, die dan ineens jarenlang blarenvrij lopen en dit jaar er wel eentje hebben. En dan wat toe valt er? Een gat in het parcours en dan komen er weer grote groepen. Nou ja, zeg. Neem je huisdier mee, tuurlijk. Maar het einde is nog lang niet in zicht, hoor. Nog lang niet. Militairen, burgers, mannen, vrouwen, jong en oud. Op weg naar de medaille. Goed, ook al heb je pijn, dan kun je ineens weer van alles. De zomer, u kunt van hier met op de tribune. En om u heen kijken naar de spandoeken. Ja, dat is wel politie ook altijd ruim vertegenwoordigd. Op het parcours en daarbuiten. Dus even kijken hoe het bij Harm is op de wedren. 4 dagen lang. Nou, hele lange dagen. Maar het haalt hele mooie gevoelens in mensen omhoog. Moet je kijken. Wat een fijne gevoelens. Even vragen hoor. Hoi. Hi. Wat heeft hij? Oh, hij ken je van televisie. Ja, daar. Wat heeft hij wat ik niet heb? Hij heeft alles. Dat is wel heel veel, hè? Mijn ware liefde. Allang? Een jaar. Oh, en hoe komt het dan dat je na 4 dagen wandelen ineens voor 10.000 mensen gaat staan zoenen? Ja, weet je... Hey, ik vroeg het aan hem. De hele wereld mag gewoon weten dat wij gewoon lekker een koppeltje zijn, echt. Oh, wat leuk. En waarom doe jij dat? Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet, eindelijk. Oh, heerlijk. Nou, laat hem maar even zien dan. Tijdens een wandelvierdaagse moet je soms een beetje slim zijn, hè? Of creatief. Ja, als je dan last van je tenen hebt, wat doe je dan? De tenen eraf laten zagen door je man. En dat is heel goed gelukt. In dit geval de schoenen opengeknipt. Ja, want het ging open. Niet meer, hè? Nee, ik heb ontzettend pijn aan mijn tenen gehad. Want ze waren kapot aan de binnenkant. Dan ben ik naar de schoenmaker gegaan. En mooi gerepareerd. En waar rempel, toen deed ik mijn schoenen weer aan, waren ze te klein. Ik op laten rekken, geoefend. En het ging wel. Maar na de eerste dag, man, pijn aan mijn grote teennagels. Denk, nou, daar red ik tot vrijdag nooit. Dan liggen ze eraf. Dan denken ze, één oplossing. De tenen eruit laten knippen, zagen. Nou, dat heeft mijn man gedaan. Dus je kan het eigenlijk iedereen aanraden. Hè? Krijg je last van je tenen, knip de schoenen open. Knip de schoenen open. Zo is het. En dat is echt fantastisch. Dat werkt keigoed. Je hebt heerlijk gelopen de afgelopen dagen. Ja, ik heb heerlijk gelopen. Ja, het was echt geweldig. Laat ze nog even lekker luchten dan die teentjes. Laat ze nog even lekker luchten die teentjes. Ja, doen we. Op naar de finish. Een lekker biertje. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Succes. Ik zet weer een streepje achter het woord biertje. Ja, er was er weer een biertje en blaren. Dan gaat het killen, kom vanmiddag. Het is een bijzondere aandacht. Het Heeres Muziekkorps Zeem uit Oorlog.
En het is nog steeds één langgerekt lint van lopers. Ongelooflijk dat dat urenlang door de stad trekt. Eigenlijk de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zijn mensen in touw. Met wandelen, met verzorgen. En voor je het weet, heb je gewoon je eerste Vierdaagse kruisje binnen. Dat zul je dan trots zijn. Ingehouden trots soms. En moeten die schoenen zometeen nog aan? Lijkt me niet fijn. Blijven maar muziekkorpsen invoegen. Met daarachter een grote groep militairen. Vanaf het begin van de Via Gladiola. Daar verzamelen ze zich. Daar komen ze ook weer bij elkaar. En dan gaat het in een mooie formatie. Die kilometers lange Via Gladiola af. Ongetwijfeld even salueren bij de eretribune. Pskov is de zusterstad van Nijmegen in Rusland. Al jarenlang een band. En altijd weer lopers uit die stad. Kun je ook lopen met een groene krokodil? Dat denk ik wel. Harm? Dat ik aan het eten ben. Ja, waarom zou je op de wedren gaan lopen met een groene krokodil? Ja, dat klopt ja. Ja, cadeautje onderweg. Ja, het is onze mascotte voor vandaag. Die heeft ons toch alweer een streep overgelopen. Het was weer een eind vandaag hoor. Dat is natuurlijk ver, maar dan loop je de hele tijd met zo'n onhandig ding zo. Nee, we hebben natuurlijk wel geregeld dat we het eind pas die krokodil kregen. En het was zwaar vandaag. Hoe zwaar? Ik zou het niet nog een keer doen, denk ik. Het was echt een heel eind. Echt een heel eind. Ik ben blij dat ik binnen ben. Maar dan ben je nog niet binnen en dan begin je meteen weer keihard te eten. Ja, kijk, je eet lastig als je zoveel loopt. Dus ja, moet je toch blijven eten. En ja, dan kom je moeders tegen en dan krijg je zoiets. Van je mami? Nee, van de maat van. Oké. En wat heeft die groene krokodil met de rest van je leven te maken? Hij weet het wel, volgens mij. Hij is lustig. Net als wij, deze Vierdaagse. Oh, daar klets je lekker makkelijk uit, hè? Heel goed. Ik keur hem goed, heren. Gefeliciteerd en knok nog even door tot de finish. Bedankt. Daar ga je. Mooi, een groene krokodil. En nog mooier, de felicitaties. En je wil je naam toch genoemd hebben, hè? Selma Krit, natuurlijk. Gefeliciteerd. Een grote groep Britse militairen. En er gaat geen jaar voorbij zonder dat militairen uit Groot-Brittannië erbij zijn. Zo, dat is een indrukwekkend getal. 51 keer. We hadden al 50 en 62. 51 mag er ook wezen. Maar de eerste keer is natuurlijk ook een belangrijke, Sonja. Ja, en als die route dan voor je huis voorbij komt, hè, Carlien, ja, dan wil je toch echt een keer meedoen, hè? Ja, graag. En hoe was dat? Want dan begin je eraan en dan denk je misschien van, nu gaat het nog wel lekker. Of heb je ook wel getwijfeld dat je denkt, dat had ik echt nooit moeten doen? Het leek me wel leuk en ik heb niet getwijfeld, dus. Nou, hartstikke stoer, want je moet nog 12 worden, hè? Ja. Je raadt je vriendinnetjes ook wel aan? Ja. Ik zie nog een lichte twijfeling. Hoe ging het de laatste dagen? Ja, het ging prima.
Alleen gisteren had ze even een dipje na de Zevenheuvelenweg. Maar voor de rest heeft ze fantastisch gelopen. Geen één blaar. En ja, ik ben gewoon super trots op haar. Je hebt hem zelf ook gelopen, hè? Dat je dochter dat nu doet, is helemaal top natuurlijk. Ja, ik heb hem 4 jaar terug zelf gelopen, de 40. Ik moet zeggen, de 30 is iets minder zwaar. En ja, het weer was natuurlijk geweldig. En wat willen we nog meer? Dit is ook de jongste aanwinst voor jullie, of gaan er nog meer volgen? Nee, ik heb nog één zoon, die wordt in augustus 9. En die roept nu dat hij hem over 3 jaar wil lopen. Dus ik denk dat moeder over 3 jaar weer de klos is. Dus jullie hebben er allemaal een beetje last van? Een beetje zo'n wandelvirus? Een beetje. Maar papa niet. Nee? Is hij een beetje lui? Ja. Zeg maar beter, die gaat jullie dan aanmoedigen? Die heeft ons iedere dag aangemoedigd en overal verzorgd. En helemaal toppie, met broertje lief. En ja, het was gewoon geweldig. En morgen? Ik denk dat jij wel een ontbijtje op bed verdient. Jij dan? Ja. Zou ik doen hoor, spreek dat maar af. Zeg heel veel succes nog eventjes en geniet van je overwinning. Hè? Goed gedaan. Dank je. Hartstikke goed, gefeliciteerd. Okay, tel hem op. Goed gedaan hoor. Een van de, nou toch best veel, 11-jarigen. Die krijgt vast ook een gladiool van het Jeugdjournaal. Staat een klein stukje verderop, ook op haar te wachten. Dag 4. Wat gaat dat snel zo'n week? Voor je het weet loop je op de Via Gladiola en heb je in je herinnering nog de tweede dag. De eerste loper liep toen om 4:15 Alverna al in de gemeente Wijchen. En 8 uur later liep de laatste pas de gemeente uit. Het was een mooie dag. Duizenden mensen langs de kant, zoals nu in Nijmegen. Soms is het gewoon kilometers vreters, want je moet ze toch echt maken elke dag. 30, 40 of 50. Het was de tweede dag. Dat was ook een warme dag. Het was een roze woensdag en het was een feestje. En dat is het nog steeds. Dat is het gewoon nog steeds. Daar gaat ze. Ja. Je geniet. En moeder doet het slim. De aandacht naar de dochter trekken. Jonge loper. Ja! Voor de 25e keer. Dan mag je ook trots zijn op jezelf. Waar gaat het over in het legioen en daarbuiten? Facebook, Twitter, doe mee, Inge Delleman. Ja, Corine, heel wat wordt er afgetwitterd hoor over die Vierdaagse. Ik ben benieuwd of er trending topics zijn eigenlijk. Ja, heel veel waardering natuurlijk voor de lopers. Maar ja, wat zou de Vierdaagse zijn zonder publiek? Dat zag ook Geert Gene van Dagblad De Gelderlanden. Hij zag dat er in Wijchen maar liefst 2200 kilo appels werden uitgedeeld aan de lopers. Veel aanmoedigingen, zoals ik al zei, via de sociale media. Onder de hashtag You Never Walk Alone vindt iedereen zijn eigen Litouwers. Zo twittert John, zet hem op Buf. En dan hebben we ook nog Tim. Hij loopt vandaag het laatste stukje mee met zijn opa. Ook onder de hashtag You Never Walk Alone. Nou, de wandelaars die worden vandaag letterlijk en figuurlijk op handen gedragen. Dat zag ook Riet Pijnappels, kijkt u maar. En dan is er ook natuurlijk heel veel muziek. Een van die muzikanten is Rob Nederhof. Hij zag heel veel Vierdaagse helden voorbij komen. Maar hij constateerde ook dat die niet sneller gingen lopen door zijn muziek. En dat laatste setje, dat komt natuurlijk meestal van familie en bekenden. Ook voor Vierdaagse kanjer Jaap.
Hij is bezig aan zijn laatste meters. Blijft u thuis, vooral twitteren. Moedig de mensen hier aan. Zeg waar u kijkt naar die Vierdaagse. Kan onder hashtag 4DGLD. Ook de lopers zelf, die twitteren volop. Maar pas op dat u Twitter-moment geen struikelmoment wordt. Zien we hier op Twitter. In één keer 3 meter verder. Dat dan weer wel. En inmiddels is het woord Via Gladiola trending topic, zie ik op Twitter. Dus blijf vooral twitteren en blijf uw ervaringen met ons delen. Of je nou daar ergens loopt. Er zijn ook mensen die via de app meeluisteren en kijken. Technisch misschien wat lastig, maar het allemaal meekrijgen. En daarbuiten natuurlijk ook. Zingend richting de wedren en richting Harm Edens. Ja. En we draaien. En we draaien, Jack. Dit is Jack, dames en heren. En hij is 27. En Jack, wat wou je zeggen over de 97e Vierdaagse van Nijmegen? Nou, ik heb 4 dagen echt genoten. Ik heb 4 dagen genoten van het mooie evenement. Nee, het is afzien, huilen. Niet te doen. Niet getraind? Nee, ja, maandag mijn schoenen gekocht, eigenwijs. Doe ik wel even. Maar ik heb het gehaald, maar daar is alles mee gezegd. Draai eens een stukje om. Oh, je kuiten zijn hartstikke rood. En je loopt heel kalm. Ik accepteer alles. Ik accepteer alles. Zullen we een klein stukje lopen? Dan kunnen we even zien dat het niet gelogen is. Loop eens op jezelf. Nou, niet stoer gaan doen, want net liep je veel slechter, hè? Niks geleden. Niks Jack. Woep, woep. Niks geleden. Zie ik je volgend jaar weer? Nee, never, nooit niet meer. Nee, nooit meer. Dit was het, dames en heren. Geniet nog even van Jack, want die komt never, nooit meer terug. Hallo. Dag, Jack. Yo, even kijken of deze mannen uit Utrecht nog een beetje lol erin hebben. Hoe gaat het? Vind je het nog een beetje leuk? Nou, ik vind het heel leuk. En dit is eigenlijk wel weer een uitdaging om deze 4 dagen uit te lopen. Want je staat er toch maar mooi weer, hè? Je bent bijna bij de finish. Ik ben bijna bij de finish en het is wel zwaar met dit weer. Maar ja, de mensen onderweg en het publiek, ja, daar slepen ons eigenlijk wel de laatste kilometers er doorheen elke dag weer. Heb je nog een dieptepunt gehad? Ja, ik had net naar Kuik. Toen was de pont over en toen had ik even een dieptepunt. En dan, dan zit het publiek langs de weg en we krijgen water en van alles. En dat doet je wel weer overeind beuren en zorgen dat we hier bijna aan de finish zijn. Ja, en je hebt je neef bij je, hè? Wat doe je dan op zo'n moment als hij er doorheen zit? Nou, ik probeer hem wel op te beuren en doorheen te slepen. En dat doet hij andersom bij mij ook. Dus dat werkt wel tussen jullie? Ja, het werkt wel, ja. En dat, ik vind het voor mezelf een hele prestatie. En omdat ik ook al een beetje op leeftijd ben, bijna 60, dus vind ik het een hele prestatie. Ga je het nog een keer doen? Ja, denk het wel. Denk het wel. Heel overtuigd, en jij dan? Ja, ik ga volgend jaar weer. Want we gaan uiteindelijk voor de 100ste. Want daar wil ik wel bij zijn. Nou, wat dat betreft kunnen we jullie eigenlijk al bij deze weer gaan inschrijven dan. Ja, zeker wel. Nou, eerst nog even die paar meter, hè. Zet hem nog even op. Gaat het soepel worden, denk je, of niet? Ja, dat moet weer even nu op gang komen en dan gaat het wel weer lukken. Oké, ga maar gauw dan. Veel plezier. Oké, dank je wel. Oké, hoi, hè. En die 100ste, de 100ste Vierdaagse, die is in 2016. En de organisatie is nu al bezig met nadenken over hoe en wat. Want de verwachting is dat er dan heel veel mensen willen gaan lopen. Al die mensen die elk jaar al meedoen, maar heel veel nieuwkomers waarschijnlijk ook. En ja, hoeveel mensen kun je toelaten? Wat gebeurt er met de afstanden? Komt er inderdaad misschien eenmalig toch weer 55 kilometer bij? Dat hopen ze in Druten bijvoorbeeld. Want Druten zou heel graag in 2016 etappeplaats zijn. En ze lobbyen daar ook al een aantal jaren voor. Ooit waren zij etappeplaats, toen er dus nog 55 kilometer werd gelopen. Maar ja, dat is al lang voorbij. Maar de burgemeester van Druten, Van Riswijk, die zei eerder deze week: ik heb toch nog wel hoop. Besluit is nog niet genomen. Over een paar maanden waarschijnlijk, maar misschien zit het er toch in. Daar komt Pskov weer voorbij, de Russische partnerstad van Nijmegen. In de tijd van de Koude Oorlog en net daarna waren er ook militairen uit Pskov
En een van hen kwam nog in het nieuws omdat hij aan een Nijmeegs meisje bleef hangen. Of omgekeerd, die had ik thuis, weet ik niet meer precies. Maar er ontstond in elk geval een relatie. En volgens mij ook een huwelijk. Wachten met je gladiolen. Op die ene loper. Vanmorgen in de trein trof ik mensen die met grote bossen gladiolen richting Nijmegen getogen. En die liepen van het station naar de wedren. Nou, wat zal het zijn? Halve kilometer. En die zeiden, het is wel zwaar. Die bloemen zijn zwaar. Het was warm. Het is ook een zware bloem, zo'n gladiool. Die zult toch gauw toch weer, nou, flinke bos. Misschien wel een kilometer mee. Het is onverminderd vol daar op het feestterrein van de wedren, Harm. Ja, en er loopt van alles rond hier. Drie beeldschone dames uit. Zevenhoven. Zevenhoven. Wat staat er op jullie trui? Rowena's trots. Dat moet je even uitleggen. Dat is onze kroegbaas. En wij hebben met een borreltje op deze afspraak gemaakt. Dat was niet een heel goed plan, maar uiteindelijk hebben we hem wel gelopen. Had je ook getraind, echt? Ja, bijna. Ik kijk even naar beneden en dan zie ik deze narigheid. Volgens mij ben jij de enige met een fatsoenlijke sportoutfit. Ik heb niet van die sloffen, die heb ik niet. Maar hoe lang heb je hierop gelopen? De hele tijd. De hele dag. Dat meen je niet. Hoe zien die voeten eruit nu? En dat wil ik niet weten, nee. Nee. Ook pijn? Pijn, 14 blaren. Wel geteld 10. Is het nou het stoerste wat je in je leven gedaan hebt tot nu toe? Ja. Zeker weten. Even heel klein, even dichtbij, hè. Want nou hoor ik wel eens vaker in blarententen dat mannen grotere piepers zijn dan vrouwen. Klopt dat nou? Ja. Tuurlijk, ja. Altijd. Altijd. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Wij zijn doorzetters. De zeven huizense doorzettertje. Ach ja, maar als je zoveel pijn hebt, maakt het niks meer uit, toch? Nee, niks. Nou, dames, tot volgend jaar. En, nou, we komen in de kroeg. Kijk, want... Oh ja, nou dat is natuurlijk helemaal niet interessant voor ons. Nee. Niet tot volgend jaar? Ik denk het niet, nee. Nooit meer. Het was toch zwaarder dan we dachten. Maar in dit geval zeg ik tot volgend jaar. Die komen gewoon weer terug. Dankjewel, dames. Daar gaan ze. Daar gaan de konijnen. Mag even. Medaille voor Zevenhoven, Zuid-Holland. Ze zijn binnen. En als ze nog een keer gaan, meiden... Trainen. Dat schijnt toch echt het toverwoord te zijn. En voor met name de debutanten in de Vierdaagse is er een speciaal trainingsprogramma via Vierdaagse. Het is een paar jaar ingesteld omdat er wel heel veel debutanten uitvielen een paar jaar geleden. Met het trainingsschema, veel tochten, maar ook begeleiding en advies als het gaat om kleding. Eten, drinken, hoe ga je om met de hitte? En het werkt, want opmerkelijk weinig van die debutanten die dat programma volgen, vallen uit. Daar komt Dini aan. Voor haar 25e keer. Nog steeds een lekker briesje op het parcours. Is toch fijn? Er werden wat donkere wolken gesignaleerd boven Nijmegen. Ik zag berichten van mensen die zich zorgen maakten. Niks aan de hand. Kijk maar, de lucht is gewoon weer blauw. En met de klanken van Rosamunde gaan wij weer eens terug in de tijd. Naar de tweede dag. Wiegen, 's morgens de dag van Wiegen, maar 's middags is het de dag van Beuningen. Isn't it funny?
De roze boa. Op dag 2, de dag van Wiegen, de dag van Beuningen. Roze woensdag. Dat is alweer een paar dagen geleden. Want dit is de 4e dag, de ontknoping van de 97e Nijmeegse Vierdaagse. De bloemen, de blaren, de tranen, de trots. Want je doet het toch maar. Over het asfalt van de Sint-Annastraat. Je laatste, nou, meters misschien wel. Clemens Cornille en de gouverneur van Limburg. We staan echt al uren te klappen in de zon, in het mooie pak. Het zal me niet verbazen als ze zo ongeveer tot de laatste loper daar blijven. Dat is de medaille van de Vierdaagse. Daar doe je het allemaal voor. Officiële onderscheiding. Zo mag je hem opdragen, zo moet je hem opdragen. Rechts opgespeld. En met eerbied behandelen. De mannen en vrouwen van de politie. Ook in mooi tenue hebben zich omgekleed, opgefrist. Komen tussen al die andere wandelaars Nijmegen binnengelopen. Goed voorbereid op de hitte. Wat doen we er weer voor? Het was weer regio's Nijmegen op vakantie. Jong geleerd, hè? U ziet, het is nog lang niet in zicht. Nog langer niet. En een van die vele deelnemers mag een verhaal doen bij Harm op de wedren. Ja, er zijn wandelaars in het leven die niks leuker vinden om achter mij aan te wandelen. En dit is er een, Dikkie. En ik heb er de hele week afgeschud. Ik zeg, Dick, loop nou maar gewoon die Vierdaagse. En ik zie je op vrijdag op de wedren. Nou, nu is het jouw beurt, Dick. Nou is mijn beurt. Ik zag de aflevering van 2012. En ik zie jou regelmatig mensen ondersteunen. En dan heb je de laatste keer geroepen van... ik krijg nooit een kruisje. Dus kan ik een duizendste van jouw kruisje? Nou, je verdient meer dan een duizendste. Maar ik ga je weer even onderbreken. Ja. Want kijk, er is een verschil tussen programma's maken en wandelaars. Ja. He, die mensen lopen allemaal. Ja. En die lopen 4 keer 50. En dan verdienen ze een kruisje. Ja. En ik loop ook een heleboel. Maar ja, niet al die afstanden. Nee, dus heb ik geen recht op een kruisje. Nee, ik weet het. Maar ik heb het niet met de organisatie overlegd. Dus ze moeten het me maar niet kwalijk nemen. Maar dit is mijn 5e. En ik begreep van jou dat het jouw 5e seizoen was. Nou, dan vind ik dus gewoon dat mijn 5e kruisje naar jou mag. Want ik heb een nieuw doosje met mijn 6e en die ziet er precies hetzelfde uit. Alleen een kroontje. En dat is mijn kroontje. En dit is... Maar ho, als ik nou zeg dat ik hem niet wil van jou, kan ik niet aannemen. Ja, je kan hem wel aannemen. Ik wil graag dat je hem aanneemt. Want ik vind gewoon dat je... Want inmiddels in 5 jaar heen en weer rennen met die mensen en gek... En mij vanmorgen ook al te pakken genomen hebben. Vind ik gewoon, dat is een marathon. Ja, toch? Ik zeg niks meer. Nee. Zo, hier in de Geldkruis, dat is hem hoor. Kom erbij. Dankjewel. En ik denk nu dat we heel veel boze brieven gaan krijgen. Maar daar trekken we ons niks van aan, toch? Nee, ik denk het niet, want het is mijn kruisje en ik heb hem verdiend. En ik mag ermee doen wat ik wil. En een ander zegt misschien van, hoe kan je het weggeven? Maar ik heb er nog 3. Met allemaal andere cijfertjes erbij. Je bent gewoon een grote lieverd. Dank je wel. Ik vind dat je het waard bent. Ja, burgemeester Bruls draait natuurlijk vandaag allemaal om het halen van het kruisje. En u bent zichtbaar onder de indruk van de prestatie van de mensen.
zien, hè? Ja, dat is echt een hele knappe prestatie, want welke afstand je ook loopt, maal 4 en toch wel heel warm weer. We weten gewoon, daar heb je voor moeten trainen, dus het moet voldoening zijn om hier over de finish te komen. Nou is het voor u de tweede keer, hè, dat u hierbij bent, bij deze grote organisatie die in uw stad plaatsvindt. En u kijkt er nog een beetje fris tegenaan natuurlijk. Hoe voelt dat nou zo voor de tweede keer? Nou ja, kijk, ik ben er vooral heel erg trots op. Kijk, ik zaalde met twee gevoelens deze week hier. Enerzijds super om gastheer te zijn van dit fantastische evenement. Daar kun je natuurlijk alleen maar trots op zijn als eerste burger van de stad. Maar aan de andere kant, mijn achterhoofd ook altijd rekening houden. Er kan natuurlijk altijd iets ergs gebeuren. En gelukkig, tot dusver is het allemaal prima verlopen. En dan voel ik me morgen vroeg, denk ik, als ook de hele nacht voorbij is, goed opgelucht en vrolijk tegelijk. En dan kan dat dus ook, dat feestje vieren op een goede georganiseerde manier. Hè? Want dat gaat nou heel erg prima eigenlijk, wat dat betreft. Ja. Ja, en je moet je voorstellen, als je elke dag 200.000 meer mensen ontvangt, en zeker in de stad. Kijk, er worden toch snel 10, 20 mensen toch nog wel opgepakt. Maar dat is ontzettend weinig. Een normale vrijdagavond is onrustiger dan wat we nu meemaken met al dat volk. Dus ja, Limburg, ex-Limburg is ik altijd, is gewoon carnaval. Hè? Maar dan in juli. En nou is voor u ook best wel even pittig, hè? Zo in de zon. Maar daar bent u ook voorbereid, hè? Ik heb vanochtend nog even naar mijn medewerkers gebeld. Ik zeg, ik denk dat ik het advies van de Vierdaagse organisatie ook mag opvolgen. Organiseer een hoedje. Maar nou zijn ze met een van een J.R. Ewing hoed gekomen. Sommige mensen dachten dat ik nou heel veel olie had, maar helaas. De gemeente is nou net zo arm als altijd, hoor. Nou, u kan het hebben in ieder geval. Ja, zeker. Veel plezier nog. Ja, u ook. Dank u wel. Harm, hoe is het bij jou op de wedren? Burgemeester Bruls van Nijmegen. In gesprek met Sonja Boom. Zag u het? Behalve die hoed, de Vierdaagse kleuren in zijn ambtsketting en in zijn stropdas. Dat zijn ze, de Vierdaagse kleuren. Groen en oranje. Het is altijd een enorme kunst om uit die bijna 40.000 wandelaars net die ene wandelaar te pikken op wie je staat te wachten of die je kent. Ik zag tot mijn grote genoegen collega Sander van der Braak even in beeld. Een van de twee wandelende collega's van Omroep Gelderland. Frank van Dijk is nummer 2. We hebben hem nog niet gesignaleerd. Maar Sander loopt ergens in deze mensenmassa. De Via Gladiola. Tussen al die andere blije mannen en vrouwen. Die er ook bijna zijn. Via Gladiola. Alles nog altijd voorbij trekt. Die blijft er natuurlijk bij. Tot dat moment. Even voor 6 uur. Want om 6 uur. En dit gaan we vaker zien. Richting 6 uur gaan we toch de mensen in beeld zien die het iets zwaarder hebben. En dat niet meer kunnen en ook niet willen verbloemen. Want je gaat het gewoon halen. Je hebt nog 5 kwartier. Lukt makkelijk. En er zijn ook mensen die nemen bewust de tijd. Die genieten gewoon echt van hun feestje. Doen het rustig aan. Stoppen onderweg. Kletsen even. Drinken wat. En gaan dan weer verder. Met de muziek mee. Twitter, Facebook, social media spelen een grote rol in de Vierdaagse van 2013. En het wordt gevolgd de hele middag al door mijn collega Inge Delleman. Ja, en de intocht van de Vierdaagse wordt op bijna alle regionale zenders uitgezonden. Dag Limburg, dag Utrecht. En ook in Zeeland zijn ze blij dat de intocht te zien is op tv. En dan gaan we naar Kevin van der Heijden. Ik vermoed dat het een Brabander is. Hij twittert, haha, ik heb ons pap gezien op tv. En ook in Noord-Holland hoor, wordt er volop naar ons gekeken. Op Twitter krijgen we de groeten uit Haarlem zelfs. En dan zijn er ook nog twee dames in Brabant, in Helmond om precies te zijn. Die kijken, moet u zien, vanuit het zwembad naar ons. Dus na de Vierdaagse. Dag dames, heerlijk hè. Een mooi evenement op tv. En dan ook nog lekker in een zwembad zitten. Nou, er zijn ook mensen die hoeven de tv niet eens aan te zetten. Die hebben namelijk zonder die tv al een prachtig uitzicht op die Vierdaagse. U kunt overigens blijven twitteren van waaruit u kijkt. Hashtag
4D GLD. En dan hebben we ook nog prachtig nieuws gevonden op Twitter. We hebben namelijk een Vierdaagse baby. Jessie is geboren. Van harte gefeliciteerd. Aangifte kan zijn vader vandaag helaas niet doen. Het gemeentehuis is gesloten. Maar Jessie, papa, gaat dat maandag doen. En ik zeg, Jessie, over 11 jaar meelopen. Gewoon, de Vierdaagse. Wat een mooi verhaal. Het geluid van de doedelzak. Ook dat hoort bij de Vierdaagse. Ze zijn er elk jaar bij, doedelzakspelers. Vanaf dag 1. En daar is hij, Sander van der Braak. Met het paars-witte t-shirt. Collega van Omroep Gelderland. Zijn eerste Vierdaagse. Met zijn wandelmaatje. Ze hebben al die dagen samen gelopen. En ze zijn op weg naar hun Vierdaagse kruisje. Klasse mannen. En zij weten nu hoe het is om mee te lopen. En zij ook. Ziet er gezellig uit. Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Konier, is de hele middag al bij de eretribune voor de wandelaars en bij Sonja. Meneer Cornielje, wat fijn dat u er weer bij bent. Ja, het is fantastisch. Ook dit jaar weer heel erg mooi. En zoals ik al eens eerder heb gezegd, ik heb mijn eigen Vierdaagse. 4 dagen ergens in op het traject kijken, maar het is een grandioos feest weer. Ja, dat is toch elk jaar weer opnieuw, hè? Je weet het, hè? Enorme massa's mensen, de blijdschap. Maar het blijft toch elke keer weer leuk om erbij te zijn. Zeker. En ik ben nu met collega uit Limburg. Vorig jaar was een collega uit Zeeland hier aanwezig. Je ziet dat het een nationaal festijn is. Lopers vanuit heel Nederland, sterk internationaal. Maar het is ook leuk als de collega's erbij zijn. Een keer leuk om eens een keer hier in Gelderland te komen kijken. En bij uitstek bij dit evenement, waar u dan trots op bent. Zeker, we lopen natuurlijk ook door een klein stukje Limburg en een stukje Brabant. Dus wie weet dat volgend jaar collega Van der Donk er ook bij aanwezig is. En wat vindt u ervan, de gouverneur van Limburg? Is hij een beetje enthousiast? Ja, het is fantastisch natuurlijk. Hij vindt het heel erg leuk. Hij geniet natuurlijk ook van festiviteiten, maar dat kunnen ze in Limburg ook. Maar ze weten niet dat wij hier zo'n feest kunnen vieren. U vertelt hem dan vast alle ins en outs. Wat zegt u? U vertelt hem dan vast alle ins en outs. Jazeker, jazeker. Ja. Heel veel plezier nog. Dankjewel. De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Konier, sprak hem eerder vanmiddag ook even. En hij maakte de vergelijking met het koningsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in mei aan Gelderland. Hij zei dat het was eigenlijk net zo'n vrolijke, feestelijke dag. En daar hebben mensen ook zo van genoten. En zo'nzelfde feestelijke sfeer heb je nu ook weer in Nijmegen. Waar gaan ze naartoe? Naar het spandoek. Met die magische woorden. Of eigenlijk is het maar één woord. Finish. Een soort van vlaggenparade. Veel vlaggen worden meegedragen. De officiële vlaggenparade zoals we hem vroeger hadden. De opening van de Vierdaagse. Dat bestaat niet meer in het Goffertstadion. Past eigenlijk niet meer bij deze tijd. Vuurwerk is er ook niet geweest dit jaar. Vorig jaar ook niet. Want de Waalkade is nog niet klaar in Nijmegen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het evenement is op een andere manier geopend. En het eindigt zoals het altijd eindigt. Met deze beelden en dit feestje. Nog tot 6 uur vanavond.
de vierde dag. De dag na dag drie. Na de dag van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Dat was de warmste dag. Het werd bijna 30 graden gisteren. En het was de dag met de meeste uitvallers. Het was een zware dag gisteren. De zon brandde de hele dag op het parcours. Dag drie. Alweer in de geschiedenis verdwenen. Nou ja, de herinnering is nog levend, hè? Natuurlijk, en die blaar die je gisteren hebt opgelopen, die heb je nu nog. Maar dat maakt helemaal niks uit als je hier in de buurt van de finish bent. Groesbeek is ook altijd de dag van een traditionele plechtigheid bij de Canadese begraafplaats. Canadese militairen herdenken daar hun gevallen collega's uit de Tweede Wereldoorlog. En dit jaar was er ook een bijzondere plechtigheid in Beuningen op de tweede dag. Britse militairen stonden daar 2 minuten stil bij het oorlogsmonument in Beuningen. Ik heb me laten vertellen dat dat ook een bijzonder moment was. Eens even kijken hoe het bij je Sonja is. Ja, we hebben het al vaker gezegd, hè, en het is al vaker gezegd vandaag. Je hebt op een gegeven moment zo'n virus te pakken. En dan loop je vaker inderdaad. Jij al 6 keer, maar er is natuurlijk een moment geweest dat je dacht, ik ga het ook werkelijk doen. Wanneer was dat ooit? Ja, klopt. Een paar maanden geleden vroeg een vriend van mij die in Zuid-Amerika zat op dat moment. Die vroeg van, ja, hallo, gaat er nog iemand lopen? Want dan doe ik ook mee, ja. Toen was de keuze toch snel gemaakt. Eerste keer 50, dus moest er een keer van komen. Eerste keer voor het echie. En hoe ging het? Want je loopt nou op slippers de laatste paar metertjes. Helaas, vandaag bij graven ongeveer, ik laat het wel even zien hoor. Bij graven zijn mijn knieën gesneuveld. Dus de laatste paar kilometer waren op tandvlees, maar verder helemaal mooi. Hier, over de laatste kilometer heb ik al 1,5 uur gedaan geloof ik. Omdat er gewoon allemaal vrienden stonden en zo, was echt heel mooi. Maakt je allemaal niet meer uit, je hebt ook nog eventjes hè? Ja, zeker. Volgens mij hebben we nog 1 uur of zo, dus dat komt helemaal goed. Ik denk je moet wel lukken toch, deze afstand in 1 uur? Ja joh, het is echt om de hoekje volgens mij. Waar is iedereen? Want je loopt eigenlijk niet alleen, toch? Nee, iedereen is kwijtgeraakt. Iedereen, we hebben allemaal hier gestudeerd in Nijmegen. Iedereen heeft zijn eigen vriendjes. En inmiddels loop ik dus op slippers en dat gaat ook niet meer zo hard. Nee, is gewoon mooi. Ik zie ze zo direct bij de finish al. Ik zie dat je al begonnen met feesten bent, hè? Ik zou zeggen proost. Nog even die laatste paar metertjes, dat komt ook wel goed, joh. Heel erg bedankt. Tot volgend jaar. Oké, rust lekker uit. Doei. Hoi. Doei. Mooie woorden toch, hè? Tot volgend jaar. Natuurlijk op naar de 98e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Op die slippertjes. Ik heb begrepen dat hoge wandelschoenen uit zijn. Die worden niet meer zo heel veel gesignaleerd. Ja, de soldatenkistjes natuurlijk, maar het zijn de wat lagere schoenen kennelijk. Het is maar dat u het weet. Ja, zonder hulp was er niks aan. Zo is dat. Zonder publiek kan de Vierdaagse niet. Dan zou er inderdaad niks aan zijn. En zo vier je een feestje. Ik kan me zo voorstellen dat het rechtstreeks de kuiten ingaat. Maar ach, wat maakt het uit. Je bent er bijna. Bochtje naar rechts. Nog een bochtje naar rechts. Nog één. En dan zie je de wedren. En wat zijn het er nog veel. Er komt echt nog geen eind aan. Die bezemwagen is nog lang niet in zicht, hoor. Die zien we pas vlak voor 6. Of eigenlijk daarna. En daar hebben zij geen weten van.
de medaille knort. Zo breekt het laatste uur van de Vierdaagse aan, het laatste officiële uur. Vlak voor zessen. Dan moet het gebeurd zijn, dan moet je toch wel binnen zijn. 6 uur precies, dan houdt het op. Een uur nog een feestje op de Via Gladiola. En nog steeds dat beeld van zingen. Van klappen, van lopen, van kletsen, van vluchten. Van trots zijn. En aandacht trekken. Gebruind, rood verbrand hier en daar. Het is nog steeds prachtig weer. De zon schijnt in Nijmegen. Op de Via Gladiola, de Oranje Singel, het Keizer Karelplein. Bij de wedren. En daar is Sander. Sander van der Braak. Onze collega. Kijk hem trots zijn. Ik heb hem verschillende keren gezien en gesproken de afgelopen dagen. Hij heeft daar echt van genoten. Hij vond het leuk. Het zou me niet verbazen als hij nog een keer gaat. Sonja, met twee wandelaars. Ja, deze dames zien er eigenlijk best wel fris en fruitig uit, maar voelt het ook zo? Ik verstond niet wat je vraagt. Fris en fruitig zien jullie eruit. Fris en fruitig uit. We trainen veel, dus ja, we hebben geen moeite met lopen. Nee, gaat prima zo. Zo makkelijk ging het ook echt. Ja. Zo makkelijk ging het niet altijd, nee. Nee, je moet elkaar wel een keer opbeuren onderweg. Dat is heel belangrijk. Wat doe je dan? Heeft de een van de twee dan de tranen in de ogen? Of hoe gaat dat? De tranen in de ogen, dat valt van mee. Maar je kent elkaar zo goed dat je, ja, dat je merkt als de ander het moeilijk heeft en dan... Ja, dan pep je elkaar er weer doorheen. Zo gaat. Is het nou ook wel eens zo dat een van de twee denkt... Nou, ik weet het nog niet hoor, volgend jaar. Misschien doe ik het wel niet. Dat heb ik zeker wel. Dat heb ik vandaag ook gehad. Vanmorgen dacht ik, sta niet op. Maar ik ben wel opgestaan. Nu weet je weer waarom je het doet. Want waarom doe je het? Omdat we het leuk vinden. Voor de sfeer. Ja, het is gewoon geweldig om te doen. En daarmee red je het wel. Ik ga tot de 100ste keer, zeker. Ja. Houd ik mag het vast. Al 30 lopen, hè? Maar ik loop 40. Houd het vast en laat je lekker verwennen straks door, als je thuis komt. Dat doen we zeker. Ja. Gaan we zeker. Veel plezier nog even. Laatste meter. Succes. Gefeliciteerd. En bijna in de pocket die medaille. Zeer ervaren lopers. Er zijn mensen die lopen inderdaad het hele jaar. Die zien dat ook niet als training. Die wandelen gewoon altijd. Met als hoogtepunt de Vierdaagse. Er zijn meer mooie, natuurlijk. Die van Apeldoorn, prachtige natuur. Achterhoek heeft een Vierdaagse.